Nikki, een nieuwe zelftest. Dat is een uitkomst voor ouders met kleine kinderen. Ja, kijk, dit is natuurlijk een beeld dat veel ouders herkennen. Nou ja, dan moet je richting de GGD, dan moet dat stokje in de neus en in de keel. Thuis is dat natuurlijk ook zo met die zelftest. Maar goed nieuws, kan ik me zo voorstellen. Een opluchting voor ouders die de kinderen thuis moeten testen omdat ze weer eens thuis komen met een snottenbel of een kind in quarantaine moet. Er is namelijk nu een sabbeltest voor thuis. Hier een filmpje over hoe dat dan precies werkt. Het is dus echt een kindvriendelijk alternatief. Het gaat om een soort sponsje dat op een stokje zit. Dat doe je in je mond. Daar moet je dan even lekker op sabbelen. En zodra het nat genoeg is, dan komt er een blauw stipje tevoorschijn. Dat betekent dat die werkt. En dan kun je vervolgens aflezen of je corona hebt of niet. Volgens een Nederlandse importeur die met het AD heeft gesproken, is die ook nog eens heel betrouwbaar. 85% zegt hij. En dat is betrouwbaarder dan die neustest die we nu thuis moeten doen, die ligt op 70%. Bij de GGD werkten ze overigens al sinds maart met deze testen. Al zijn er ook weer verhalen dat ze er juist mee zijn gestopt. Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond stopten ze met die sponslolly, zoals ze het dan noemen, omdat het voor kinderen heel moeilijk is om genoeg speeksel te maken. Maar, zegt de importeur van die thuistest, dit sponsje is kleiner, hij is dus sneller nat en daardoor heb je sneller de uitslag. Nou, dit is gewoon even makkelijk sabbelen, Marloes. Is dit een uitkomst? Nou, ik zou het zelf ook liever willen dan zo'n ding in je neus. Dus het lijkt me wel. Ja, en dat kan ook. Het is eigenlijk voor iedereen die het niet fijn vindt, toch, mevrouw Thijssen? Zou je dat ook liever doen? Het lijkt me fantastisch. Ja. Ja, heel graag. Wij willen allemaal een sponslobby. Lolly. Een gezonde lolly. Nou ja, dat is wat er even afwachten. Want denkt u dat dit ook helpt om ervoor te zorgen dat meer kinderen dan toch die zelftesten doen? Want het is toch nog wel een drempel ook voor ouders om dat te doen. Ja, dit maakt het heel makkelijk voor ouders. Hè? Die zullen sabbel zelftest. En we hebben afgelopen week ook gezien dat kinderen ook besmet waren. Scholen gingen dicht, klassen moesten naar huis. Dus dit maakt het ontzettend makkelijk voor die ouders. En straks ook in januari, als de scholen weer open gaan, dan kunnen we die sabbelzelftesten heel goed gebruiken. Dan, Nikki, het OMT adviseert het kabinet vandaag over die omicron.